Ja, Safira heeft een vraag, maar voordat ik zo meteen bij Safira ga. President, er is heel veel kritiek op u de laatste dagen weer losgebarsten. En dat heeft te maken met dat geheim gesprek dat u alweer met de voormalige president gaat. Met vice-president Brunswijk erbij. Tijdens die transitiegesprekken was er ook zo'n omstreden gesprek van in de vooravond tot 5 uur in de ochtend. Waarom praat u zo lang met Boutersen terwijl u zo druk bezig bent en voor niemand anders zoveel tijd heeft als voor Boutersen? Nee, kijk. Nee, het gaat niet om zoveel tijd. Er zijn veel gesprekken geweest, ja. Ook tijdens mijn oppositievoering, ja, zijn er veel gesprekken geweest. Maar het zijn gesprekken die te maken hebben met verschillende issues. En zeer opvallend is dat bij die gesprekken er of geen informatie naar buiten gegeven werd, of er geen informatie zelfs gevraagd werd aan die regering waarom je die oppositieleider daar ontvangen heeft. Niemand vroeg het. Maar ik wist dat niet. Nee, precies. Precies. Maar die dingen werden wel gelekt. Nu ben ik de president. En ik ben president voor elke Surinamer. Hij is een gewezen president. En wij hebben afgesproken met de gewezen presidenten naar de fase van de presidentsverkiezing, dat we regelmatig overleg gaan hebben. En we hebben gezegd, januari starten we om de gewezen presidenten uit te nodigen. Om hun te informeren ook over de maatregelen die we allemaal aan het treffen waren. Crisismaatregelen, de stand van zaken, IMF-verhaal, etc. Wat wij doen met alle groepen, met alle individuen. Ook mensen die protesteren, die nodigen we uit. Maar niemand praat erover. Die worden ook uitgenodigd. Mevrouw Jesseren wordt ook uitgenodigd om al die presentaties daar te krijgen. Maar niemand praat. Zij protesteert niet. Nee, ik geef aan. Dus nogmaals. Nee, omdat ze toevallig genoemd is bij de protestacties. Nee. We nodigen ieder uit. Alleen moet je rekening houden, namelijk dat bij gewezen presidenten je het niet kan overlaten aan de minister van Financiën en zijn team. Nee, dat begrijp ik. Dat ontvangen wij. Dat is ook afgesproken. Maar waarom tot 5 uur in de ochtend? Ja, omdat hij misschien nooit met Boutersen gesproken heeft. Nee. Precies. Dus hij is een persoon dat eerste 2 uurtjes draait hij eromheen. Weet je? Dan pas komt hij to the point. Dus nogmaals, iedereen heeft zijn eigen stijl. Wij laten die persoon in hun waarde en hun stijl. Bij mij gaat het erom als president. Ik heb een agenda die ik moet invullen als president naar alle Surinamers toe. Hij is een gewezen president. Hij is grootste oppositieleider op dit moment. Hij moet ook geïnformeerd worden. Of de samenleving dat leuk, niet leuk vindt of wel leuk vindt, ik heb die verantwoordelijkheid als president. Ja, misschien moesten we dat van tevoren doorgecommuniceerd hebben en achteraf gezegd hebben waarover gesproken hebben. Maar er zijn gesprekken die een karakter hebben. Het gesprek heeft ook plaatsgehad op het kabinet van de president, via de voordeur. Dus nogmaals, het zijn gesprekken die we met alle gewezen presidenten gaan voeren. En hebt u ook met president Venetiaan tot 5 uur in de ochtend gesproken? Als hij dat nodig had, gaan we het misschien tot 6 uur doen, maar hij gaat ook uitgenodigd worden. En president, en de vraag van de luisteraars is, hebt u met de heer Boutersen gesproken over toen, voordat u president werd, en nu bij dit gesprek over 8 december en wat er gaat gebeuren als hij naar de gevangenis hij moet? Hij is uitgenodigd als gewezen president. Hij is niet uitgenodigd als een veroordeelde of een verdachte. Dat moet hij verantwoorden bij de rechter. Daarvoor wordt hij door de rechter uitgenodigd en niet door deze president. Safira. Ja, nou, goedemiddag nogmaals, excellentie. Ik wilde eigenlijk de vraag stellen die Bimla al is begonnen te stellen. Ik wil daar toch even concreet op doorgaan. Vooral omdat u dat beeld heeft geschetst wat u heeft overgenomen. En dat we met z'n allen er jaren over gaan doen om uit deze situatie te geraken. En mijn vraag is dan concreet, waar ging dat gesprek over? U geeft aan in grote lijnen, dat u met alle gewezen presidenten, maar concreet onderwerpen. Want ik hoop dat u begrijpt dat dit, wanneer het op de manier waarop het in de samenleving is gebracht, reden grond geeft voor speculatie. En dat geeft druppels in de emmer van wantrouwen. En ik denk dat we dat met z'n allen absoluut niet nodig hebben. We willen dat niet, maar en dan heb ik nog een tweede vraagje. Ja. Heeft u dan ook aan, in dat onderhoud van 7 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend, zoals het is gebracht, gevraagd waar minister van Financiën, de heer Hoefdraad, is, waarom zij zijn gevoerd beleid niet komt verantwoorden en of hij dan eventueel de harde schijf terug kan brengen? Ja, is dat dus aan de orde geweest? Er zijn inderdaad onderwerpen geweest die allemaal te maken hebben met Slaanse activiteiten, bestuurlijke activiteiten. Hou rekening mee ook dat het 6 maanden is dat bewindsvoerders hun privileges gaan kwijtraken. Dus dat stond ook op agenda
traject na die 6 maanden. Ook goederen die ingeleverd moeten worden. Er zijn ook hij zaken. Heeft een regeling van niet van 6 maanden, van een jaar hebt iemand me. Ja, nee, er zijn, ja, als personen die dat niet kennen, moet men even goed vragen hoe die regelen van gewezen bewindslieden daar allemaal eruit zien. Er zijn regels, wat voor een jaar is, wat voor 6 maanden is, et cetera. Okay. En wat voor lifetime is. Hij maakt ook aanspraak op regelen, net als alle gewezen presidenten, voor lifetime regelingen. Dat is één. Tweede is namelijk, er zijn een paar issues geweest die we ook wilden weten, van zakelijke activiteiten, concessies die uitgegeven zijn. Waarmee wij nu als regering in problemen zitten. En dan gaan we praten over wat de overwegingen waren, wat de gronden waren. Hij heeft zijn verhalen daarover gegeven. Ja, er is gevraagd geworden of u weet waar verdachte hoofdraad is geweest, minister hoofdraad is. En daarop heeft u ook te kennen gegeven dat u dat niet weet. Oh, overigens volgens geruchten, niet dat wij u gaan lastigvallen tijdens deze uitzending met geruchten. Volgens een van de boze tongen hebt u tijdens de confidentiële gesprekken met Hoefdraad hem ook vrijgeleiden beloofd. Nee, dat is de leugen. Oké, dan zijn we klaar ermee, Cor. Maar kom met serieuze vragen, nog niet over geruchten niet en geruchten. Dat gaan we constant met geruchten bezig zijn. Laten we onze tijd een beetje goed besteden. Ja. Met alle respect, ik wil even aangeven dat we hebben nu met z'n allen voor ons land om op te bouwen veel vertrouwen nodig. Dat heeft u zelf ook aangegeven. Dus, en mis, ik hoop dat de totale regering begrijpt waar wij vandaan komen. We komen van een regering die een zodanig desastreus beleid heeft gevoerd dat het ons jaren gaat vergen. En wanneer er dan een gerucht is of een gesprek is geweest waarvan we niet weten waar het over ging. U heeft het nu netjes uitgelegd. Ja, maar het gaat dan geeft dat, gebeuren. Dan geeft dat grond voor speculatie. Dus het is wel belangrijk. Dus laten we vandaag bekendmaken. Deze president gaat overleg voeren met een ieder. Ik ben president voor elke Surinamer. En ga overleg met iedereen voor waar het noodzakelijk is voor het land, dat we geen polarisatie krijgen in dit land. Dat we in dit land werken naar nation binding. Dat we in dit land werken naar eenheid van alle bevolkingsgroepen. Want dat speelt ook in de samenleving. Er wordt etnische verdeeldheid gecreëerd. Laten we daarover ook praten. Waar niemand zich zorgen om maakt, maar ik maak me wel zorgen daarover. En ik moet zorg dragen dat ik alle groepen in dit land bind. Of er nou antipathie is of sympathie. Ik sta boven alle groepen als president. Ik ben gekozen door 110.000 mensen. Maar ik ben ook president van die mensen die me niet gekozen hebben. En ik moet ook verlichting voor hun brengen in hun leven. Dus wat ik ga doen is zorg dragen dat ik als leider van dit land naar ieder luister. En daar waar ik informatie moet geven, dat ik dat ook doe. Of er nou formeel is of informeel is. Het is mijn plicht om dit land op een behoorlijke wijze te leiden. Ja, moet er meer informatie geven over het gesprek misschien. Moest er van tevoren bekendgemaakt worden. Is afhankelijk van de strategie die op dat moment inzet. Dus nogmaals, het heeft niks te maken met stiekem gedoe of wat dan ook. Wij zijn regering. Hij is oppositie. Laat het duidelijk zijn. Hij is geen regering. Maar hij is wel grootste oppositieleider. Duidelijk. Dus als we dat kunnen verduidelijken, okay, dan doen we dat graag. Ik ben blij dat duidelijk is nu. En president, het is niet dat wij u lastig vallen met niemand geruchten. Niemand valt me lastig. Maar overigens, er zijn heel wat geruchten, maar van sommige geruchten, die zijn heel hardnekkig, vind ik wel, dat het wat doet aan uw geloofwaardigheid als u er niet op zou ingaan. Ik ben blij dat u erop bent ingegaan. Cor?